Beste NEC-supporters, wij zijn Reinier en Richard, fysio's van de eerste selectie van NEC. We gaan vandaag met jullie een training doen. De training is een Tabata-training die jullie thuis kunnen doen op je eigen niveau. Dus we zullen straks een aantal oefeningen laten zien met verschillende niveaus. Maar de training bestaat vandaag uit 8 rondes van in totaal 20 seconden, waarbij je 10 seconden rust hebt tussen de oefeningen door. Het is een hoge intensiteit oefening waarbij je jezelf lekker kan uitdagen. En we gaan de oefeningen nu aan jullie laten zien. Oefening 1 gaan we 20 seconden uitvoeren, de air squat. Wat ik eigenlijk belangrijk vind is dat eigenlijk beide voeten op heupbreedte staan. Voeten blijven eigenlijk de hele tijd contact houden met de grond, zowel vanuit de tenen als vanuit de hak. Spanning op de core, spanning op de billen. De billen mag je eigenlijk aanspannen, de core mag je aanspannen. En dan mag je dus 20 seconden gaan uitvoeren. Zak maar eens naar beneden. Mooi recht voor je blijven kijken. Dit is eigenlijk de makkelijke variant. Willen we de variant wat moeilijker gaan maken, mogen we naar een jump squat. Wil ik afzetten vanuit de teen, dus je mag omhoog springen met de afzet vanuit de teen. Heel goed, mooi rechtop blijven. Als je afzetten, draai je kwartslag met het gezicht naar mij toe. Heel goed, voer hem nog een keertje uit. Yes, perfect. Gaan we de push-up doen. We beginnen met de makkelijke variant. Reinier plaatst handen op schouderbreedte, volgens de armen. Bijna recht onder zijn schouders, komt op zijn tenen staan. Belangrijk daarbij is zometeen dat hij rustig gaat inzakken. Dat mag hij gelijk gaan doen. Zijn borst brengt hij zo ver mogelijk naar het bankje toe en hij strekt vervolgens helemaal uit. Maar belangrijk zijn is dat de ellebogen een pijlvorm zijn op zijn lichaam. Dus de ellebogen gaan niet helemaal naar buiten en ook niet helemaal tegen zijn lichaam aan. Vanuit daaruit duwt hij zichzelf weer omhoog. Binnen buik kunt aanspannen zodat je niet in je onderrug gaat hangen. En op die manier maak je een push-up. Ja? Variatie nummer 2, dus dat is voor de mensen die hem al goed kennen. Zet je het bankje aan de kant. Ga je met je armen ook weer recht onder je schouders staan, dan ga je eigenlijk in dezezelfde positie precies hetzelfde doen. Dus je armen zijn ook weer netjes in de pijlvorm, dus je nek blijft mooi neutraal. En in deze positie zakt hij rustig in. Oké, oefening nummer 3 is de reverse lunge. Daarbij zijn een aantal dingen belangrijk. Eerst staat hij hier gewoon met zijn voeten bij elkaar en gaat hij links en rechts afwisselen. Dat mag hij gelijk gaan doen. Haal druk op het voorste been. Het belangrijkste is dat je hak en je voorvoet altijd contact blijven houden met de grond. Bovenlichaam blijft rechtop, zonder dat je te vol gaat trekken. Maar daar gaat eigenlijk je achterste been, je knie, raakt de grond, dan ga je niet op steun. Ja? Dat is variatie 1. Voor de moeilijke variant gaan we een split jump maken. Dan ga je knie naar de grond te brengen en wissel je links en rechts ook wel af. Hierbij belangrijk dat je goed stabiliteit hebt met je grond, dat je niet te veel wegzakt, dat je achterste knie ook weer zo ver mogelijk naar de grond toe gaat. Oefening 4, de laatste oefening is de burpee. 20 seconden weer uitvoeren. De eerste oefening mag gelijk in de positie komen. Met de handen op de grond en inderdaad push-up positie. Wat we vanuit daaruit gaan doen is opspringen. De voeten naast de handen. Ontlast je de onderrug wat en vanuit daaruit spring je op. Heel goed. En dan mogen we 20 seconden achter elkaar doen. Dus variatie 1. Variatie 2 mogen we draaien. Met het gezicht inderdaad naar mij toe. Wat ik dus eigenlijk wil is hetzelfde, alleen maar voor een push-up bij inbrengen. Bij het landen breng je er eigenlijk een push-up bij in. Gelijk push-up, omhoog, springen. Omhoog en springen. Keurig. Spanning ook weer op de romp houden. We hebben nu de volgende 4 oefeningen gedaan. De eerste was de air squat, de tweede de push-up, de reverse lunge en de burpee. 1 ronde van 4 oefeningen. We mogen uiteindelijk alles 2 keer doen, dus uiteindelijk op 8 oefeningen uitkomen. Waarbij we 20 seconden werken en 10 seconden rust. Gevorderden kunnen we dit nog een aantal rondes extra doen. En hierbij was dit onze workout. Succes! Succes!